rekenen van de basisschool. Kijk of jullie het nog weten. Dus ik doe het wat anders dan in het boek. Want ik doe het gelijk met A gedeeld door B. We gaan eerst kijken of we het nog met getallen weten. Jullie weten vast nog wel dat 2/5 plus 1/5 gelijk is aan 3/5. Hartstikke goed. Dat was altijd makkelijk, hè? Als de nummers hetzelfde was, kon je het gewoon optellen. Maar wat gebeurt er als dat niet zo is? Bijvoorbeeld 2/3 plus 1/4. Gelijknamig maken. Moest je het gelijknamig maken. Oké, hoe deden we dat? 12. Hoe kwamen we aan die 12? 4, 2 is 8/12. Ho, ho, ho. Hoe kwamen we aan die 12? 4 keer 3. Weet je het allemaal nog? Mm-hmm. En soms als je 2 en 6 had, dan hoef je alleen maar die 2 te vermenigvuldigen. Want dan maakt hij daar die 6 van. Ja, maar we doen even dat het zo is. Oké, 3 keer 4. Dan hoorde ik Jesse al zeggen, 4 keer 2, dat is 8. 3 keer 1, dat is 3. En dan werd het 11/12. Dat weten we nog, hè? Oké. Breukrekenen, dames en heren. In het boek doen ze dat met letters. Ik schrijf hem er gelijk bij. Ik wil dat je die regeltjes ook opschrijft. Daar komt ie. Dat heb ik natuurlijk de eerste week niet gedaan. Jeetje meneetje. Wat hebben ze bij de eerste? A gedeeld door B plus C. Moeten we dat opschrijven? Ja. Is. Ja. C. Zal ik daar even een getallenvoorbeeldje bij doen? Dan waren we precies die niet gedaan. Dacht ik ze allemaal gedaan te hebben, maar nee hoor. 2/5 plus 8. Vertel. Ik kan van 8 inderdaad 8/1 maken als breuk. Dan doe ik weer hetzelfde als wat ik net heb gedaan. Gelijknamig maken. Oftewel 5 keer 1. Nou, dan blijft het 5. 1 keer 2, dat wordt 2. 5 keer 8, dat wordt 40. Oftewel 42/5. Nou ga ik dit met letters doen, dus ik laat het zo even staan. Maar anders moet je vereenvoudigen, hè? Dus 8/2/5. Ja? Gaan we kijken wat ze hierboven zetten in het boek. Nou, daar kunnen we eigenlijk nu zelf ook wel van uitgaan. Dan wordt het A plus een BC gedeeld door B. Deze moet je weten, deze regel. Maar eigenlijk weten we dat al met getallen, hè? Dus eigenlijk vind ik dit altijd een beetje moeilijker opgeschreven dan dat. Toch? Ja. Ja, hè? Okay. Nou, de tweede die is wel bekend, want die hebben we net gedaan. AB. AB. Hoe zit ik naar mijn hoofd? A gedeeld door B. Plus C gedeeld door D. Is. AD. Plus BC. Gedeeld door B keer D. Gelijknamig maken. Wat we net hebben gedaan met die 1/3 plus 1/4. Of dat was het 2/3 plus 1/4. Deze moet je weten. Voorbeelden. Wat is de? Bij die pantoop opschuiven AD gedeeld door BD plus BC gedeeld door BD. Als het zelf bevoegd. Ja. Vermenigvuldigen, dames en heren. Ik doe eerst weer een getallenvoorbeeld. 2 × 5/8. Ja, lekker. Nee. Hoeveel wordt het? 10/8. Is iedereen het hiermee eens? Wie? Dit moet je normaal gesproken vereenvoudigen, de hele eruit halen. Maar ik laat hem expres zo even staan, omdat we het met getallen doen. En dat wordt A maal B gedeeld door C. Ja, 2 keer 5, hè? Dus hier A keer B. A keer B.
gedeeld door C. Deze moet je ook weer opschrijven. Was dit al 3? Dit was al de derde, ja. Vond ik niet. Nou, het wordt er niet moeilijker op hoor. 2 gedeeld door 5 maal 3 gedeeld door 4. Twee breuken met elkaar vermenigvuldigen. Teller, hoe kan ik het noemen? Oftewel 2 keer 3 is 6. 5 keer 4 is 20. Ook vereenvoudigen. Doe ik even niet, want ik ga met letters werken. Kijken of ik dezelfde letters in mijn hoofd heb. Ja. A gedeeld door B. Keer C gedeeld door D. Is AC gedeeld door BD. En dan denken jullie natuurlijk, jongen, waar hebben we dat voor nodig zo meteen? Ja. Maar, dan hebben we zo meteen geen getallen, maar we hebben iets met een x erin staan. Dus vandaar. Nou, gaan we delen door, dames en heren. 3 gedeeld door 2 vijfden. 3 gedeeld door 2 vijfden. Ja, waarom niet? Hoe vaak past 2 vijfde in 3? Dat is eigenlijk de vraag. Delen door een breuk is vermenigvuldigen met zijn omgekeerde. Dus 2 vijfde die draait gewoon om. Dat wordt 5 tweede. Oftewel 3 keer 5 tweede. 3 keer 5 is 15. Gedeeld door 2. Ook de hele eruit vereenvoudigen doe ik nu niet, want ik ga met letters schrijven. Dat wordt A gedeeld door B gedeeld door C. Ik doe expres deze deelstreep al langer, hè, dat je ziet wat de deelstreep is. En dat is hetzelfde als A maal C gedeeld door B, oftewel AC gedeeld door B. Doe ik het niet goed? Punt A gedeeld door B. Moet ik het toch omdraaien? Deze moet zijn lang. Lange. Wat is het? Punt C is niet lang. Hoshi, wat zit jij op te letten zeg? Ben je wakker? Ja. Was je vroeg wakker vanmorgen? Dat hou je niet. Hé, dames en heren. Deze, die C. Die mag niet nul zijn. Wat? Die C. Die mag niet nul zijn. B mag gewoon ook niet nul zijn, toch? Nou, dat wou ik nou net zeggen, maar dat zeggen ze niet in het boek. Oh. Want B mag volgens mij ook geen nul zijn. Want er staat een 0 gedeeld door een getal, dat is ook 0. Dan staat er A delen door 0. Zullen we hem er gewoon zelf bij zetten? En B mag ook niet gelijk zijn aan 0. Heel goed. Hebben we de laatste? Wat zal ik eens doen? 3 zevende gedeeld door 8. Ik vind dat een leuk getal. Dit was niet. Dit is de laatste. 3 zevende keer 8 keer 1 achtste. Ja, want ik kan deze schrijven als 8 eende. Draai ik hem om. Dan wordt het 1 achtste. Oftewel 3 zevende maal 1 achtste. En dat is 3 56ste. Gaan we kijken welke letters zij gebruikt hebben. Want ik wil graag hetzelfde doen. A gedeeld door B. Gedeeld door C. Dat is dus A gedeeld door B. Maal 1 gedeeld door C. Oftewel A gedeeld door BC. Is het nou al bijna tijd? Ja. Oké. Wat is de Wouter? Ben je zomaar of je weer niet wil zijn? Die zet me wel op mijn huid, hè? Geeft niks zo, jongen. Wat hebben zij daar staan? Niks. Dat is aanklagen. Oh, wat slecht, hè? Maar je hebt gelijk, hoor. B en C mogen weer die nul zijn. Ofwel, ben je niet gelijk aan nul? En C, die gelijk aan 0. Nou hoop ik dat ik zonder voorbeeld
voor. Kijk maar even of het lukt. Het is steeds het principe van gelijknamig maken, zeg maar. Ja? En misschien lukt het wel met de antwoorden erbij. Het huiswerk. En ik zie jullie maandag weer, hè? 60, nee, die hadden we al gedaan, hè? 61, 62 en 63. Oh, ik ben op de zaken vooruit gegaan, zie ik. Het hoeft er niet eens, die laatste uitleg. Nou, dan komen de voorbeelden maandag. Ja? Oh, dan hebben jullie weer geluk, hè? 61, 62 en 63. Ja?